Deze week in Nieuwsronde: afscheid van de wethouders Spil en Dijkstra, opening van de Witte Dame, Baanbrugge kookt voor het goede doel, prutfeest op Vinkenvest en de dag van de ziekte van Crohn. In de nieuwe kantine van Hertha in Vinkeveen namen Erika Spil en Aldrik Dijkstra afscheid als wethouder van de gemeente De Ronde Venen. In ieder geval aan Erika en Aldrik om even ook naar voren te komen. Hoe kijkt u aan tegen de afgelopen jaren dat u wethouder bent geweest? Ja, ik heb het 5,5 jaar mogen doen en ik heb het met heel veel liefde gedaan. En ik heb nog meer liefde teruggekregen. Ik ben ongelooflijk getroffen door al die mensen die allemaal hun persoonlijke verhalen aan mij durfden te vertellen. En wat ik daarmee heb kunnen doen om het voor iedereen nog net wat makkelijker te maken. Ja, ik heb vooral het sociale domein, dat is natuurlijk de grootste deel geweest. Ik ben er trots op dat we dat op 1 januari 2015 gewoon zo netjes hebben kunnen doen dat niemand er last van gehad heeft. Dat was het streven en dat is gelukt. Daar ben ik heel trots op. En het pluim van de AMBO ben ik heel trots op. Ja. Dat was ook WMO? Ja, dat was van de AMBO, dus de oudere organisatie zelf. Die zeggen van jullie hebben het goed gedaan. Vier gemeenten hebben het goed gedaan en wij waren er één. Ik heb wel plannen. Ik heb een aantal gedachten in mijn hoofd. Maar die moet ik wel eerst nog wat verder uitwerken om ook daadwerkelijk nieuwe stappen te kunnen gaan zetten. Dus daar neem ik de komende tijd voor om dat met anderen samen uit te werken. En er zijn wel een paar richtingen waarin ik aan zit te denken. Dus het is niet zo dat ik zonder perspectief zit. Helemaal niet zelfs. Als er één deur dicht gaat, gaan er 10 andere open. Dus ik vermoed dat er wel iets leuks weer voor terug gaat komen. En uit alles blijkt eigenlijk dat er enorm veel waardering is voor wat jullie hebben gedaan hier. En ook dat dus het niet te maken heeft met een persoonlijke zaak waardoor je op een gegeven moment afscheid moet nemen. En ik zeg het ook nadrukkelijk tegen Ismerne en Max, de kinderen van Erika, maar ook tegen Björn en Marit, de kinderen van Aldrik, dat we afscheid nemen, maar dat in de politiek. Politiek is een hartstikke leuk vak. Boeiend. Ik kan iedereen aanraden om wethouder te worden of burgemeester, maar soms is het een beetje hard. Wat gaat u nu doen? Ik weet het nog niet. Ik wil in ieder geval kijken of ik hier en daar wat klusjes kan gaan doen, zodat ik aan het werk ben. Maar ik wil nu nog niet. Ik wil even rustig gaan nadenken wat ik de komende 5 jaar ga doen. Dus ik ben met heel veel mensen in gesprek en ik ben iedereen aan het uithoren. Wat betekent dit, wat betekent dat, als ik dat zou willen? En uiteindelijk ga ik een keuze maken. Ik heb 2 jaar lang met heel veel plezier bij deze gemeente gewerkt. Je weet als wethouder dat je risico's loopt op het moment dat je in zo'n politieke situatie terechtkomt. Dat doet aan het plezier van die afgelopen 2 jaar niks af. De manier waarop we weg zijn gegaan is natuurlijk minder leuk. En ik wens dat niemand toe. Op donderdag 12 mei werd het oude treinstation van Abcoude heropend als boutiquehotel De Witte Dame. Na een traject van 5 jaar, dat uiteindelijk resulteerde in de nieuwe Witte Parel, kon buurman Peter van der Vorst het hotel De Witte Dame officieel voor geopend verklaren. Han en Suzanne die zijn heel succesvol met Villa Oldenhof hier in de polder. En vanuit dat succes kwamen hier bij het pand dat heel kortstondig te koop heeft gestaan. En toen hebben we daar met z'n allen over gehad. Van jongens, kunnen we daar iets mee? Willen we daar iets mee? Om dat te doen. Dus dat hebben we opgepakt. En we zijn nu 5 jaar verder. Dus, wat wel mooi was, dat was je ziet de constructie, je ziet de balken, je ziet de stalen spijkers. Maar zo jammer was, dat is het 1871. En het Rijk heeft hem al 3 keer verbouwd of 4 keer verbouwd. Dus eigenlijk alle mooie originele dingen waren weg. Dus we hebben wel geprobeerd de deuren terug te maken, origineel. En dat is wel grappig, want de deuren gingen erin van de oude tekeningen. En we hadden bedacht dat we de entree aan de zijkant zullen maken, totdat de deuren erin stonden. En toen zeiden we, door zo'n smal deurtje kun je helemaal niet naar binnen. Dus toen moesten we plan omgooien, maar we hadden gewoon de oude tekeningen. Maar de deuren waren al niet meer origineel.
Dus we hebben alles origineel nagebouwd. Dus zo kwam je er eigenlijk achter. Dat is wel, is leuk. Nee, verder is niet. Maar je ziet gewoon aan de buitenkant verraste het pand ons steeds. Met het opknappen van de buitengevel liepen we s'avonds of 's ochtends over de steiger heen. En dan zie je hoe bijzonder elk detail is gemaakt. Dus nee, maar geen bijzondere dingen verder. Maar wel, je ontdekte wel de bijzonderheid van het pand. Nog beter gaan leren kennen. Han, Arthur, Suzanne, Simon, succes met uitbaten hier. En nogmaals heel veel succes met de zaken. Dankjewel. Ik verklaar hierbij de Witte Dame officieel voor geopend. Proost! Naast het hotel werd die dag ook een natuurpad geopend. Vernoemd naar de bekende Abcouder kunstenaar Goosen Doorn. Zijn zoon mocht, na een toespraak van burgemeester Maarten Dievendal, het naambord op de paal schuiven. Nee, het was zeker niet een geplaveid pad, het hele plan. In het verre verleden zijn er plannen geweest om een pad te maken. En toen was er sprake van een ruiterpad. En omdat het hier gewoon toch wel net buiten de rand van het dorp mogelijkheden bood. En wij hebben dat opgepakt om te kijken dat we weer een stukje verbinding met het dorp kunnen bewerkstelligen. In het fort bij Abcoude is een expositie van Goosen Doorn te zien. In Baanbrugge werd vorige week gekookt voor het goede doel. Op 11 plaatsen was men druk in de weer voor dorpsgenoten een mooi diner te bereiden. Maar liefst 112 mensen melden zich aan om aan te schuiven. Voorgerecht begint om 7 uur, van 7 tot 8. Dan van 8 tot 9 is het hoofdgerecht en dan gaat iedereen richting het dorpshuis. En daar is het dessert en voor iedereen die nog wat wil drinken na afloop kan dat. En ik heb geen idee hoe laat het gaat worden. Ik ben heel klassiek meloen met parmaham aan het maken. Dat is het voorgerecht? Dat is het voorgerechtje inderdaad. En daar komt een heerlijk paprika soepje. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik ga parmezaanse kaas raspen voor de risotto. Het wordt heerlijke risotto met coquilles. Visgerecht, een trio van huisgerookte forel met, ik kan deze wel even laten zien, dit zijn scheermesjes. Het ziet er erg lekker uit. Dat vind ik zelf tenminste, ik vind het erg lekker. En dan nog zo meteen een dichtgeschoeide coquille die dan geblust wordt met een beetje pernod. En dan krijgen we het hoofdgericht en dat is een gevuld kwarteltje met een risotto met lentegroenten.
eerste Pinksterdag ploeterde jong en oud door de modder bij de prutrace in Vinkeveen. Het evenement was onderdeel van het jaarlijkse Vinkenfest. Carnavalsvereniging De Steupels organiseerde een kidsrun van 1,5 kilometer. Volwassenen mochten het rondje 2 keer afleggen. De vrijwillige brandweer Vinkeveen verzorgde na afloop de fantastische koude douche voor de deelnemers. Ik zag dat ik niemand meer ging inhalen, dus ik kon een beetje zorgen dat ik niet meer werd ingehaald. Rustig blijven lopen. De nummer 1 bij de heren is Nicky Peters. Ja, applaus. Oké, en dan gaan we door naar de dames. We hebben een dame die ging ook zo ontzettend snel. Die mag ook naar voren komen. Eva van Ea. Je mag 3 zoenen geven hoor. Ja, dat mocht jij doen. Ik mocht het niet doen. Dus dames en heren, voor de winnaars, dames en heren, een groot applaus. In het kader van de dag van deze week aandacht voor de ziekte van Crohn. RTV ging op bezoek bij Jacco Beker. De ziekte van Crohn is een chronische darmontsteking. En het is een darmontsteking die met name bij, of vaker bij vrouwen voorkomt. Vaak begint op jongvolwassen leeftijd en ernstig invaliderend verloopt. Echt vanuit de, zeg maar, vanaf de mond tot aan de anus kan die optreden. Je krijgt overal ontstekingen en die ontstekingen, als ze ernstig genoeg verlopen, kunnen leiden tot gaten in de darmwand, verklevingen van de darmwand, afsluitingen van de darm. En dat is in principe, als dat heel ernstig verloopt, niet met het leven verenigbaar. Zijn er behandelingen tegen?
De ziekte van Crohn is eigenlijk een auto-immuunziekte. Het is een ziekte waarbij we weten dat de afweer van het lichaam zich richt tegen het eigen lichaam. En dat is meestal in reactie op een eerdere infectie van met een darmbacterie of virus. En wat interessant is, is dat tot nu toe altijd ontstekingsremmers gegeven werden voor ontsteking. En dat waren dan meestal hormonen. En de laatste tijd zijn daar nieuwe reuma-medicijnen bijgekomen, de biologicals. Dat zijn medicijnen die op een hele andere manier de afweer eigenlijk aangrijpen. Maar wat de meest recente ontwikkeling is, is eigenlijk de poeptransplantatie. En poeptransplantatie, dat is de laatste jaar wat meer in het nieuws geweest. En gebleken is dat het menselijk lichaam heeft een soort van voorraadje aan goede bacteriën. Dat zit in de blinde darm. En wat we nou weten is dat als we dat restje van goede bacteriën opkweken en terug in de darm brengen, dat dan de ziekte van Crohn ook rustiger verloopt. En we weten ook dat we als we poep transplanteren van iemand die niet de ziekte van Crohn heeft, en we zetten dat in bij iemand die het wel heeft, dan dooft die ziekte uit. Dus wel eens een interessante ontwikkeling. Ja, dat is interessant, maar hoe vind je daar bijvoorbeeld donoren voor dan? In principe moet je kijken naar mensen binnen dezelfde familie, omdat we niet precies weten wat we met die ontlasting transplantatie nou allemaal teweeg brengen. Dat is nog allemaal onontgonnen gebied. Dus in principe wordt er nu nog steeds gekeken naar mensen binnen dezelfde familie, maar niet met die ziekte. Ja. Omdat we verder geen risico willen lopen, want voor hetzelfde geld ontwikkel je een andere ziekte. Het is wel belangrijk dat we weten dat de ziekte van Crohn echt een belangrijke en ernstige ziekte is. En wat bijvoorbeeld ook waar mensen niet bij stilstaan, is dat moeders die dus zwanger worden en roken een twee keer grotere kans krijgen, hebben op het krijgen van een kind met de ziekte van Crohn. Dat zijn dingen waar je gewoon op een bepaald moment eens een keer bij stil moet staan. Dat we moeders, rokende moeders, moeten zeggen van joh, weet je welk risico je loopt?